Ik ben Loïc en ik ben zot van lokale producten. Ik ga op zoek naar top ingrediënten bij straffe producenten van bij ons. Ik ga op bezoek bij chocolatier M. En David, dat is een van de beste chocolatiers van België. En bij uitbreiding dus ook van de wereld. En hij gaat mij ongetwijfeld kunnen uitleggen hoe je van deze cacaobonen chocolade maakt. David, hoe is het? Goed. Zeg, hoe in godsnaam gaat je van dit naar een tablet chocolade? Kunnen we dat een keer uitleggen? Dat kan ik je heel snel tonen. De cacaovrucht. Wat gaan ze daarmee doen op de plantage? Gaan ze eigenlijk manueel met een machette die in twee kappen. Gaan ze de boontjes eigenlijk met de hand uithalen. Allemaal met de hand? Allemaal met de hand. Chocolade is enorm arbeidsintensief. De cacaoboon komt binnen. Ergens van een evenaars gebied. Ghana bijvoorbeeld, of Peru, of Java. Okay. Ergens in de wereld. In jutezakken. Die komen zo binnen? Die komen zo binnen. Die gaan we gaan roosteren. Na het roosteren gaan we de cacaoboon ontvliezen. Pellen eigenlijk? Ja, pellen en breken in stukjes. All right. Cool machine wel. Ja, ik ga even onze stofzuiger aanzetten. Voilà. Oké. Okay. De vliesjes vallen de zak. Ja. Worden weggezogen. Die worden gewoon weggezogen. Ja, en de cacao-nips, de stukjes, gebroken stukjes, komen onderaan de bak. Omdat die zwaarder zijn? Ja. Oké. Okay. Oké, die nips, die moeten... Ja, die nips, die kleine stukjes, worden in die machine gewalst. Ja. Dat kan 24, 36 8, tot 48 uur ongeveer duren, dat lang type cacaoboon. Oké. Okay. En wat we eigenlijk gaan doen, is zorgen dat we een heel fijne textuur van chocolade krijgen. Dan gaan we op het laatste de rietsuiker aan toevoegen. En dan eigenlijk chocolade. Oké. Okay. En dat moet dan in vormpjes gezet? In vormen open. Of een andere toepassing. En dan hebben we een tablet chocolade. Okay. Ja. Mogen we dat eens doen? Zo? Ja, absoluut. Probeer maar. Perfect. Wow. Ja, en nu de randjes proberen maken. Komt goed, hè. Alright. Dat is ze dan. Ja. Dat gaan we even laten afkoelen. Ja. Oh. Kijk eens. Kijk, nu zit je met een mooi tablet. Die moet knakken zo. Die moet echt knappen. Knakt dat ook in de mond, ja. Voilà.